Het is weer passietijd. En dat is altijd iets bijzonders voor ons. Ik heb de Matthäus Passie zelf al een keer of 20 gespeeld. En elke keer is het weer een heel proces waar je doorheen gaat om in die muziek en in die materie te graven. Mijn naam is Tijmen Wilburg. Ik ben violist bij Philharmonie Zuid-Nederland. En ik zal wat uitleg geven bij de Matthäus Passie. Bach is natuurlijk de grootste componist ever, zonder discussie. En de Matthäus Passie behoort tot zijn topstukken. Passies werden heel veel geschreven in die tijd. Heel veel componisten hebben passies geschreven. En ja, de meeste mensen, vooral in Nederland, kennen eigenlijk alleen de Matthäus Passie. Of dat is waar ze van gehoord hebben. Maar er zijn letterlijk honderden passies geschreven. En dat komt uit een hele lange kerkelijke traditie. Het is eigenlijk uit de mis is het ontstaan. Op Palmzondag, dat was oorspronkelijk het moment waarop de passie werd opgevoerd in de kerk. En later werd dat uitgebreid, dan had je op zondag had je de Matthäus en dan op dinsdag Marcus, woensdag Lucas en dan vrijdag Johannes. Deze Matthäus Passie van Bach is in Leipzig voor de Thomaskirche geschreven voor Karfreitag, Goede Vrijdag. Bach heeft hem waarschijnlijk in 1727 voor het eerst opgevoerd, maar met zekerheid in 1729 en in 1736 heeft hij hem nog eens een keer bewerkt. En een paar jaar daarna heeft hij ook een prachtig Rijnschrift gemaakt, een prachtig handschrift, een van de meest mooi bewaarde handschriften van Bach. Hier heb ik het handschrift heb ik op mijn computer gedownload van het internet. Trouwens, tegenwoordig, dat is het mooie van onze tijd. Iedereen kan het gewoon vinden op het internet. Op imslp.org. En dat had Bach natuurlijk ook niet kunnen dromen dat ooit zijn handschrift zo de hele wereld over zou gaan. Maar dit is de titelpagina. En je ziet het met oud papier en dan inkt. En hier komt dan het handschrift. Het openingskoor. Prachtig evenwichtig handschrift als je dat met veel andere componisten vergelijkt. En dit is zijn Rijnschrift, de netversie. Dus dat is echt helemaal in het net uitgewerkt. Dat, het werd nog niet gedrukt in die tijd, dus met de hand werden kopieën gemaakt. Sommige liet hij ook door anderen doen, maar deze heeft hij echt in zijn eigen handschrift, Rijnschrift in zijn eigen handschrift. Dit is een beschadiging, dus de eerste 13 bladzijden die zijn beschadigd geweest, al in Bachs tijd. Dus ja, er is koffie overheen gegaan of hij zat te dicht bij de haard, ik weet het niet. Maar in ieder geval heeft hij op de eerste 13 bladzijden hier een stuk afgeknipt, afgesneden, recht afgesneden en daar een stuk overheen geplakt. En die laatste twee maten opnieuw uitgeschreven. Kijk, hier kan je het ook zien. En hier. En dan na een aantal bladzijden verdwijnt dat weer. Kijk, daar zie je hem heel duidelijk. Hier is het weg, zie je? Dit is de laatste bladzijde waar dat nog geplakt is. En vanaf hier zijn de bladzijden bewaard gebleven. En je ziet dat hij de Bijbeltekst doet hij in rood. Even inzoomen een beetje. Bijbeltekst in rood. En waarom hij dat in rood heeft gedaan is niet helemaal duidelijk, maar rood was ook wel een Bijbelsymbool voor martelaarschap. Dus misschien dat het daarmee te maken heeft, toch ook nog weer een verwijzing naar het kruis van Christus. Dat zou kunnen. Trouwens, deze foto's zijn van vrij lang geleden al, want tegenwoordig is het handschrift in veel slechtere staat. Ze hebben op een gegeven moment in de jaren 90 ontdekt dat het allemaal begon te vervagen. En toen hebben ze er een soort film overheen gelegd en dat heeft helemaal verkeerd uitgepakt. En nu hebben ze vrij recent weer met nieuwe technieken, hebben ze elke bladzijde dus zo gesplitst in een voor- en een achterkant. En daartussen een of andere chemische laag gestopt. Maar bij het wegnemen van die folie die ze er eerst overheen hadden gelegd, is het rood bijna verdwenen. Dus het handschrift is echt in veel slechtere staat nu dan wat je hier ziet.
Dus eigenlijk is dat een drama, dat juist zo, dat prachtige handschrift van Bach, dat door een verkeerde behandeling eigenlijk alleen maar erger is gemaakt. Ja, maar gelukkig hebben we die foto's en is het voor het nageslacht toch bewaard gebleven hoe dat er ooit heeft uitgezien. Heel kostbaar, niet te betalen als je dat wil aanschaffen dan... Mooi, hè? De opzet die Bach voor zijn passiemuziek koos is niet ongewoon. Koor, orkest, solisten. In dit geval zelfs twee koren en twee orkesten. Dat was ook een traditie. Die is al 200 jaar eerder begonnen in Venetië, waar in de San Marco de Vlaamse componist Willaert, die buiten het feit dat die grote kerk had twee orgelbalkons. En dat buiten die uit door dus daar ook twee koren neer te zetten die elkaar toezingen en afwisselend zingen. En daar is een traditie uit ontstaan en Bach heeft dat bij de Matthäuspassie ook toegepast om dus een maximaal effect van contrast te krijgen. Ook meer mogelijkheden in klank, want je kan beide orkesten en koren tegelijk laten spelen, dan heb je een hele volle klank. Of alleen één van de twee, dan wordt de klank wat uitgedunner. Wij zitten natuurlijk met z'n allen op één podium en het zijn relatief kleine orkesten, met elke 20 man of zo, hooguit. En dus dat is nog redelijk te overzien. Dat is niet zo groot, dus ja, als je een goede dirigent hebt die de muziek laat ademen en iedereen voelt het, ja, dan krijg je dat samen. Dus je ziet op het podium links orkest 1, rechts orkest 2, daartussenin... Wij doen het met één orgeltje en een basgroep die de continuopartij speelt. Die wordt echt gedeeld door de beide orkesten. In Bach's origineel waren dat ook twee. Elk orkest had zijn eigen, want er waren twee orgels. Dus elk orkest had zijn eigen orgel ook. En ja, het koor daarachter. En dan zie je dat op bepaalde momenten speelt alleen de ene helft. En op een ander moment speelt alleen de andere helft. Of ze communiceren met elkaar. Dirigent Stephen McLeod. Wat misschien wel bijzonder is aan onze uitvoering is dat onze dirigent ook zelf meezingt. Hij is zelf aanvankelijk opgeleid als zanger en hij zal deze hele productie leiden, maar ook zingt ook zelf mee. En verder werken wij samen met het Philips Philharmonisch Koor en de Schola Puerorum uit Den Bosch. Het feit dat de meeste Nederlanders alleen die Matthäuspassie kennen, heeft met twee dingen te maken. Ten eerste dat we in Nederland een enorme traditie hebben opgebouwd door de decennia heen van Matthäuspassies. De Johannespassie is daar ook een klein beetje ondergesneeuwd, onterecht. Maar een andere reden is natuurlijk ook dat Matthäus natuurlijk ook wel echt, samen met de Johannes, een topstuk is uit de geschiedenis. Als je bijvoorbeeld luistert naar een Matthäuspassie van Telemann, die ze bijna in hetzelfde jaar geschreven is, bij de eerste paar aria's denk je van, oh, dit is toch eigenlijk ook wel heel erg goede muziek. Maar na de zesde aria denk je van, hé, deze aria had ik al een keer gehoord. En ja, dat is gewoon het verschil met Telemann en Bach. Bach die gaat veel dieper. Bach is een graver. Hij was geen vernieuwer. Hij deed eigenlijk alles wat hij deed, dat was niet per se nieuw of nog nooit eerder gedaan. Maar hij deed het wel op zo'n manier dat het weer helemaal nieuw was. Hij ging zoveel verder in expressie. Hij groef zoveel dieper in de filosofie achter de muziek. En de contrasten en de karakters die hij in de muziek legt, dat was zijn grote kracht. En als je andere passies daarnaast legt uit die tijd, dan merk je, ja, die andere componisten die hadden die kracht niet.
Allereerst even iets over de structuur. Ik heb het misschien al een beetje aangegeven, maar de Matthäuspassie, zoals ook de opera's uit die tijd, die wisselen recitatief en zang af. En dan heb je ook nog iets wat een beetje tussenin zit. De half zang, half recitatief. En die recitatieven zijn voor het grootste deel de Bijbeltekst. En dat is het verhaal, dat zijn de laatste hoofdstukken van Matthäus. En de aria's, daarin wordt gereflecteerd door omstanders. En daarmee trekt eigenlijk de tekstschrijver trekt het publiek in het gebeuren. Dus het is alsof je dat zelf zou kunnen zingen, die tekst zou kunnen zeggen of denken op dat moment. En die teksten zijn gemaakt en verzameld door zekere meneer Hen Ricci, een tekstschrijver uit Leipzig. Geen fabuleuze tekstschrijver, maar had zelfs een beetje een dubieuze reputatie. Maar het was ook zeker geen slechte tekstschrijver. En hij heeft ook een libretto gemaakt dat ja, naar de normen van die tijd was. Met ook de poëtische aspecten die in die tijd gebruikelijk waren met bepaalde tegenstellingen. Bijvoorbeeld Komm süßes Kreuz. Het kreuz is natuurlijk iets dramatisch, maar het is ook süß, want ja, onze verlossing zit daarin. Bach heeft daar koralen, dus kerkliederen, bij ingevoegd. En die heeft Bach waarschijnlijk zelf gekozen. Die zijn niet door Henrici gekozen. Ook die koralen die reflecteren. Bijvoorbeeld het allereerste koraal. Als Jezus aankondigt dat hij gekruisigd gaat worden, dan zingt het koraal: Het liebste Jezu, was hast du verbrochen? Alsof je als omstander zegt van, ja, maar je zegt dat je gekruisigd gaat worden, maar wat heb je dan misdaan? Dat kan toch niet? En zo word je als luisteraar in het verhaal getrokken. Bestaande kerkliederen waren het. Gewoon bekende liederen die het volk ook kon meezingen. Dat gebeurde waarschijnlijk ook. Ook O Haupt voor bloed und Wunde, dat hele bekende. Dat was een bekend koraal van meneer Gerhard. En die schreef, die had een heleboel kerkliederen geschreven. En Bach heeft dat gebruikt. Dat was natuurlijk ook iets wat hij kende uit zijn dagelijkse praktijk. Als kantoor kende hij al die liederen. En die heeft hij dus uitgekozen en in de Matthäus ingevoegd. Een ander voorbeeld, een heel bekend voorbeeld, is die aria Aus Liebe. Aus Liebe will man Heiland sterben. Dat is ook, daar word je eigenlijk als publiek, word je in dat gevoel betrokken van, uit liefde wil hij voor mij sterven. Dus je hebt eerst de Bijbeltekst en dan zo'n aria of zo'n koraal dat reflecteert. De recitatieven, daar heb je eigenlijk twee versies van. Je hebt de, wat je noemt de secco-recitatieven. Dat is alleen met een orgeltje met wat akkoorden. En je hebt de begeleide of accompagnato-recitatieven, waar het orkest ook meespeelt. En daar is de zang ook vaak iets meer gezongen, iets melodieuzer dan in de secco-recitatieven. En dan maakt Bach nog een heel mooi onderscheid. Dat is binnen de secco-recitatieven. Als Jezus aan het woord is, dan worden de akkoorden ook nog door de violen, de strijkers, meegespeeld. En dat geeft een soort, hebben veel mensen gezegd, dat geeft een soort halo. Dat is een symbool voor zijn goddelijkheid. En hoe weten we dat het dat is en niet gewoon een ander trucje? Dat merk je op het moment dat hij uitroept aan het kruis, Eli, Eli, lama sabachthani, hè? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is het moment waarop Jezus het meest menselijk is, want het goddelijke is uit hem weg. En daar is dat halo is weg. Dat is het enige moment waar Jezus iets zegt waarbij je echt alleen secco-recitatief hebt zonder die strijkers. En verder gebruikt Bach ook, er zit een soort opbouw in als je die recitatieven van Jezus volgt. Dat op het moment waar hij het over zijn verheerlijking heeft, daar heb je het meeste, gebeurt er het meeste in die strijkers.
Ja, en dan natuurlijk naar dat moment waar het helemaal wegvalt. Dus op alle mogelijke lagen zoekt Bach naar uitdrukking en naar symbolisering van het verhaal. De groepen mensen worden vaak door een fugato, dus de groepen mensen zijn natuurlijk koor, dat is logisch. En vaak is dat fugato, dat geeft dus meerdere stemlagen aan. Een fugato is in de wijze van een fuga, dat wil zeggen dat er een stem is met een tegenstem en dan weer nog een stem en weer een tegenstem en dat wordt zo op elkaar gestapeld. En zo worden die groepen bijvoorbeeld de farizeeën, maar er zit ook iets in van elkaar nabouwen. Die farizeeën praten elkaar na. De een zegt hij moet gekruisigd worden, oh dan zeggen wij dat ook. Het zit allemaal in die compositorische stijlen verweven. Dus binnen die recitatieven, die koralen, die aria's, zoekt Bach naar de meest extreme verscheidenheid van klank en uitdrukking. De Matthäuspassie valt uiteen in twee delen. En daartussen had je natuurlijk de preek. Dus kun je nagaan, wij gaan nu naar de Matthäus en dan gaan we even wat drinken en dan komen we terug voor het tweede deel. Maar daar zaten ze gewoon 4 uur lang op die koude, harde bankjes. En tussendoor was er ook nog een preek. En dat was ook geen 20-minuten preek, denk ik. Tegenwoordig is het 1 pepermuntje en dan moet het voorbij zijn. Maar in die tijd lag het wel een beetje anders. Die twee delen worden omgeven door 3 grote koordelen. Als een soort steunpilaren. 1 in het begin, 1 vlak voor de pauze. En 1 aan het eind. Dat zijn een soort magistrale steunpilaren van de kathedraal die Bach hier geschapen heeft. Het eerste koor is meteen 1 van de meest ambitieuze stukken van de hele Matthäuspassie. Het is een soort mengvorm van een da capo vorm. Da capo is A, B en dan wordt A herhaald. En je had in die tijd ook koraalbewerkingen. Dan werd er een koraal genomen en er werd iets voorgeplakt, iets tussengezet en iets achtergeplakt. En die stemmen werden uitgebreid. Terwijl de cantus firmus, de vastliggende stem, de melodie, die was wel altijd hoorbaar. En Bach heeft die twee vormen in elkaar geschoven. Dus het is een grote opzet met beide koren, beide orkesten. En dan ook nog een extra sopraanstem. Die wordt bij ons door het jongenskoor, wat komt meezingen, uit Den Bosch wordt dat gedaan. En daar hoor je die koraalstem. En het geeft de indruk van een enorme processie. Ook dat ritme wat in die bassen zit, wat steeds maar doorgaat. Een enorme processie richting Golgotha. Dus Bach nodigt eigenlijk iedereen uit om te helpen klagen en te helpen wenen over wat er gaat gebeuren. Tegelijkertijd dat koraaltje is O Lam Gottes. Dat is tegelijkertijd al een voorspelling van de goddelijkheid van Jezus die na de opstanding weer zal plaatsvinden. Het Lam Gods op de troon. Bach is dus enorm expressief. Alle registers trekt hij open van barokke expressie. Sommige van de dingen die hij gebruikt zijn meteen hoorbaar. Maar je hebt er ook die zijn niet direct hoorbaar. Dan moet je echt wel heel goed luisteren of 2 keer luisteren of het weten. En er zijn er ook een paar die zijn niet hoorbaar. Die zijn ook leuk. Heel goed hoorbaar is deze in het recitatief waar Judas zegt tegen Jezus. Jezus zegt iemand gaat mij verraden en dan zegt Judas op een gegeven moment zegt hij ook ben ik het rabbi. Je hoort hier echt die vraag van Judas. Bin is rabbi. En dan eventjes die stilte. Die vraag blijft even in de lucht hangen. En het akkoord wat Bach daar kiest is ook een vragend akkoord. Dus de terts ligt in de bas. Kijk, als de grondtoon in de bas ligt, dan ben je thuis en dan is het rustend. Maar als de terts in de bas ligt, dan moet er nog iets komen. En dat is het antwoord van Jezus, dat moet nog komen. Er spraakt zo ihm, du sagest. En dan hoor je in die strijkers, die komen erbij bij het Jezus recitatief. Je hoort een soort treuren, hoor je daarin. Dus dit is een stukje expressie wat niet zozeer symbolisch is, maar meer sfeergericht. Waar Bach echt de sfeer van de tekst
pakt in zijn harmonieën en in de beweging in de strijkers. Een andere is ook een recitatief. Als ze de loopgezang gesproken hadden, gingen ze hinaus am Ölberg. En dan zie je zo'n loopje in de bas dat omhoog gaat, de berg op. En dat wordt overgenomen door de zanger. Helemaal naar boven. En dan ietsje verderop heeft hij het over: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Ik zal de herders slaan en dan krijg je zo'n ta-ta-ta-ta-ta-ta in de strijkers. We moeten dat ook heel een beetje agressief spelen. En dan zie je hier dat die bovenste lijn en die onderste lijn lopen helemaal uit elkaar. Dat zijn de kudde die verstrooid wordt. Dat zit allemaal in die tekst en Bach werkt dat helemaal uit. Die laat zich door die tekst inspireren tot alle creatieve ideeën in de muziek. Deze is ook heel mooi. Und fing an zu trauen und zu zagen. Recitatief van de verteller. Hij vertelt dat Jezus begint te treuren. En de teller zingt het dan ook zo. Je hoort dat treuren in die muziek. En heel erg verwant daaraan is Petrus, die weinete bitterlich nadat hij heeft beseft dat hij Jezus heeft verraden, nadat de haan heeft gekraaid. Hier. Heel bekend is natuurlijk ook het moment waarop het voorhangsel in de tempel scheurt en de aarde begint te beven als Jezus gekruisigd is. Dan zie je hier in de bas die enorme loop naar beneden. Dat is het voorhangsel dat van boven naar beneden scheurt. En dan die tremolo's in de bassen, dat is de aardbeving. Een enorme opwinding in de vertelstem. En ook een hele leuke is als de twee valse getuigen komen om Jezus vals te beschuldigen. Dat is een kanon. Dus dit zijn ook weer twee mensen die elkaar napraten. Dan heb je ook nog dingen die niet direct hoorbaar zijn. En een hele bekende is de kruisfiguur in de muziek. Dus als er sprake is van gekreuzigd, dan doet hij zo'n stemkruising. Je kan hier een kruis tekenen. Het is een beetje moeilijk te zien misschien. Zo, zie je? En dan heeft hij hier nog één. Van daar naar daar en van daar naar daar. Dit is één stem, maar die maakt een beweging die op papier resulteert in een kruis. Zie je, want je hebt deze, dit zijn de twee, je hebt een hoogste en een laagste noot en je hebt twee noten die daar aan de zijkant staan. En elke keer als er gesproken wordt van kruisiging of van kruis, en trouwens ook van de kerk, hè, de beker die Jezus moet drinken, dan krijg je dit in de melodie. Waardoor je, en soms meer achter elkaar. Er is er eentje, daar zit zelfs in de bassen. Dan heb je een dubbel kruis. Dat is hier. Dat is als Jezus wordt weggevoerd. Ze voeren hem weg om hem te kruisigen. En dan zie je hem hier. Dit is een hoge noot, een lagere, een iets hogere en weer een nog lagere. Waardoor je dus ja, in deze... Je kan de noten ook wat verder uit elkaar schrijven, zodat het wat beter een kruis wordt, maar dit is het idee.
Dus dat is niet direct hoorbaar, maar op een gegeven moment, als je het vaak hoort, dan ga je het wel herkennen. Dan denk je, oh ja, dat is die kruisfiguur. Wat ook niet meteen opvalt, maar wel duidelijk hoorbaar is, als je het weet, is de symboliek in de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk. De hoge priesters die hebben de hoogste noot. De schriftgeleerden, die in het Sanhedrin in rang iets lager waren, die hebben een iets lagere noot en de oudsten van het volk komen daaronder. En elke keer als er over die drie gesproken wordt, dan hebben die hoge priesters, schriftgeleerden en de oudsten van het volk. Dan heb je er nog die echt niet hoorbaar zijn. Dat moet je echt weten. Dat is bijvoorbeeld als de discipelen zeggen, Herr bin ich's. Jezus heeft voorspeld dat hij zal sterven. Of dat hij verraden zal worden. En dan zeggen die discipelen, Herr bin ich's. Bin ich's, dat is ook weer zo'n fugato. En dan zie je dat in de sopraan komt het drie keer. In de alt ook, tenor ook. En in de bas maar twee keer. Dus dan heb je in totaal 11 keer. Maar er zijn 12 discipelen. Maar Judas, die heeft het niet gezegd. Want die zegt het pas later. Herr bin ich's, wat ik net liet zien. Dus dat zijn van dingen, dan moet je echt de partituur bekijken voordat je dat opvalt. Dat is geen toeval. Bij Bach is niks toeval. Elke noot staat op zijn plek. Elke noot. Op elke bladzij kan je van elke noot... kan je uitvinden waarom die daar moet staan. En deze is ook leuk. Die kan je ook alleen maar zien. Dat is als het over Judas verraad gaat. Hij is tot een slang geworden. Hè? En de aria gaat daarover. Die reflecteert erop. Het zou de moeder van Judas kunnen zijn die het zingt. Maar dat hoeft niet. Kan ook symbolisch zijn. Maar het kind dat je aan je borst hebt gezoogd is tot een slang geworden. En waar dat slang komt, daar heeft Bach een hele kronkelende melodie geschreven. Maar die kronkelt niet alleen, die wordt ook breder. Waardoor een soort slangenbek ontstaat. En er zit nog net een paar noten aan, heb ik een toon van gemaakt. Dat het geen toeval is, dit soort dingen, bewijst ook het feit dat deze aria op deze manier hier pas in de tweede versie zo werd geschreven. Hij heeft het dus aangepast. En het is eigenlijk vrij waarschijnlijk dat deze aria ergens anders vandaan komt, uit een ander werk van Bach. En hij heeft het in de Matthäus gestopt. En dan in de tweede versie heeft hij hier bij slangen heeft hij deze melodie extra bewerkt. Het is een enorme schatgraverij en hoe meer ik me erin verdiep, hoe meer ik besef dat ik na een paar weken studie eigenlijk alleen nog maar een beetje aan de oppervlakte zit te krabben. En ja, er zijn mensen die maken hier hun levenswerk van om dit te bestuderen. Er zijn ook boeken over geschreven over Bach. De Talmud, de Joodse Talmud is er niks bij. Kasten vol met commentaar en secundaire literatuur. En daar dan weer commentaar op en literatuur over. En biografieën over Bach, maar vol met speculatie, want we weten eigenlijk niks. De beste biografie van Bach is gewoon een boek met enorme verzameling van alle documenten die er zijn. En de noten, dat is het materiaal dat we hebben. En in zijn tijd werd het gewoon vergeten. Het is pas 100 jaar daarna dat Mendelssohn die partituur van zijn grootmoeder kreeg en het weer heeft uitgevoerd. Overigens wel met weglating van 10 aria's. En weglating van alles. Maar dat was wel weer het begin van de opleving van Bach. Die tot die tijd, tot 100 jaar na zijn dood eigenlijk, maar bij een heel klein clubje bekend was. Die rijkdom aan ideeën van Bach, die zie je ook in de instrumentatie. Het is bijvoorbeeld interessant om eens te kijken naar het openingskoor. Dan heb je een groot koor. Beide koren en orkesten spelen daar, aanvankelijk ook unisono. En dan zie je dat de fluit en de viool, die hebben een gelijkaardige soort beweging. En ook verderop zie je dat fluit, hobo, viool, het beweegt allemaal tegelijkertijd in een soort gelijkvormige beweging, dus het is eigenlijk ja, heel dicht geïnstrumenteerd. Je hebt een soort totaalklank. En als je dat vergelijkt met slotkoor,
Dat doet hij totaal anders. Dan krijg je ook een totaal andere klank. Zie je? Het ziet er ook anders uit. Je ziet het in één oogopslag. We hebben de fluiten hebben hun eigen beweging. En de strijkers en de hobo's, die wisselen elkaar af in achtsten. En dan komt er hier, als de fluiten een lange noot hebben, komt er een antwoord in de hobo's en in de bas. En je krijgt er dus een veel transparantere klank, waar ieder zijn eigen dingetje invoegt. En toch zijn het beide heel vergelijkbare koralen, groot opgezet en waar iedereen betrokken is. En een van die pilaren van het stuk. En toch op zo'n totaal andere wijze benaderd, waardoor je zo'n heel andere klank krijgt. Bach zoekt echt voortdurend mogelijkheden, hoe kan ik het hier weer anders doen? En zonder dat hij nou echt een vernieuwer is en de tradities van de barok omgooit. Hij blijft binnen de tradities van de barok, maar hij weet iedere keer een manier te vinden om je toch weer te verrassen. Het bekende koraal, O Haupt voor Blut und Wunden, daarvan heeft Bach 5 coupletten gebruikt. Iedere keer in een andere toonsoort. En de eerste twee hebben wel gelijke zetting, maar de overige drie hebben ook weer een andere zetting. Dat wil zeggen dus dat de bas anders is, dus de cantus firmus blijft gelijk, maar de bas is anders en ook de middenstemmen moeten dan anders. Want dat componeren in die tijd ging allemaal volgens bepaalde regels. Hè? Bepaalde klanken konden niet. Je kan niet, deze opeenvolging mocht niet. Dat mocht pas bij Debussy. Dit wil, ja, dan. Nee, dat kan niet. Als die bovenstem stapgewijs omhoog gaat en de bas heeft een kwint afstand, ja, dan moet hij maar wat anders doen. Dan moet hij maar een andere noot zoeken. Dus dat is enorm knap dat hij in één zo'n koraal 4 verschillende zettingen weet te maken. En de laatste, die is het meest verrassend en het meest pregnant in de harmonieën en de uitdrukking van die harmonieën ook. En dit is eigenlijk het grootste getuigenis van Bach zijn genie. Dat hij dus binnen die barok blijft. Hij heeft geen behoefte om alles om te gooien. Maar hij weet iedere keer weer een nieuwe uitdrukking te vinden en nieuwe manieren te vinden. En het knapste is, het is nooit gekunsteld. Ondanks alle trucjes, ondanks alle symbolen die erin zitten. Er is een barokke formulier. Hè? Dus voor een uitroep. Moet je zo'n sprong hebben, exclamatio. Dat heeft ook allemaal namen. En gebruikt dat allemaal. Maar toch voelt het nooit gekunsteld. Het voelt altijd natuurlijk. En het is toch ook altijd weer verrassend. En altijd doordrongen van een enorme diepe voelen van het wezen van waar het hier om gaat.